Elselien Peters, regisseur en scenarist. Onder andere van Jeuk en Dertigers. Ja. Heerlijke programma's. Ja, vind ik ook. Ja, waar was jij toen je van de lockdown hoorde op dat moment? Ik was aan het oppassen, maar dat is mijn eigen kind. Nee, ik was gewoon thuis. Jij was thuis? Ja, ik was thuis. En waar was je vakmatig mee bezig? Ik zat nog in het restje van Dertigers. Dus ik moest nog monteren en de audiomix doen van de laatste afleveringen. Mm-hmm. Eigenlijk zou dat maar 3 dagen duren. Maar uiteindelijk was ik echt net voordat Dertigers startte. En dat was 18 mei, was ik klaar. En dat kwam omdat... alles duurde gewoon veel langer. Want ik ging niet meer naast een editor zitten om een programma te monteren. En inderdaad, om mensen even uit te leggen. Kijk, voordat een programma op televisie is, zo'n serie, er wordt natuurlijk een script geschreven, er wordt geacteerd. Maar dan ben je er nog niet. Nee. Want het wordt allemaal in stukjes gehakt, moet aan elkaar geplakt worden. Komt er een muziekje onder. Ja. Dat is monteren en editen. Ja. En normaal gesproken zit je dan... Ik zit soms met een editor, dat is om de plaatjes aan elkaar te plakken. Ja. Of je zit met iemand die de audiomix doet, dus om het geluid zo optimaal mogelijk te krijgen. Ja. Of bijvoorbeeld grading, dat is de kleur van het beeld. En dat doe je meestal, dan zit je een middag bij iemand aan een tafel, zo lekker gezellig naast elkaar. En met dan veel knoppen en veel koffie. Met veel knoppen. Ja. En ik zit eigenlijk altijd een beetje achterover. En dan doe ik in een middag een aflevering. En nu kreeg ik steeds een linkje en dat ging dan weer terug. En dat duurde en dat duurde. Ja. Ja, dubbel zo arbeidsintensief. Dubbel zo. Maar eigenlijk, omdat filmen stil lag, was het wel lekker. Want het voelde nog alsof ik aan het werk was. Ja, dus dat heb je zo... Dat stilzitten heb ik ook een beetje uitgerekt, dat monteren. Heb je zo lang mogelijk uit kunnen stellen. Ja. Maar nu dan? Nu ligt het echt stil, ja. Ik zou gaan draaien in mei, een nieuwe serie. En die is stopgezet. Mm-hmm. Wel met perspectief op een... Ja, wel met perspectief voor als we gaan draaien. Als het weer mag, dat ik dan weer kan draaien. Ja. Dus mijn handen jeuken. Je handen jeuken, dat begrijp ik. Heb je al nagedacht hoe je dat gaat doen met 1,5 meter afstand? Nou, ik zit wel... In het begin, iedereen was heel snel met allemaal ideetjes en broeden. Maar ik had meer soort van stress daarover. Maar nu heb ik wel zoiets... Ik heb natuurlijk jeuk gemaakt... Mm-hmm. En dat is wel met een kleiner team dan een normale dramaserie. Dus ik dacht, stel dat dit heel lang duurt... dan kan ik daar nog wel verzinnen hoe ik dat corona-proof kan doen. Alleen... Want het heeft ook met je scènes te maken. Ja, hè? Hoe je die inricht en ook dan inhoudelijk. Ja, nee, absoluut. Ja. Bij elkaar Dertigers is heel veel zoenen en bij elkaar in bed liggen. Ja. Seizoen 2 dertigers, dat wordt lastig. Dus veel scheidingen. Ja, iedereen, veel ruzies. Dat kan alleen maar alsof het coronatijd is bij dertigers. Maar jeuk is dan met afstand zou ik dan nog wel een soort van... Ga je deze periode ook verwerken in je verhaal? Ik denk het niet. Ja, het rare is, je kan het zo moeilijk inschatten. Hè? Wat het doet, waar het naartoe gaat. Dus ik denk, alles wat ik nu opschrijf... Mm-hmm. Je weet niet of dat nog van toepassing is op wanneer het dan ook gedraaid kan worden. Dus je wil eigenlijk je handen er niet aan branden. Daarbij weet ik ook niet of mensen erop zitten te wachten. Ik weet gewoon nu nog niet wat de impact is van afstand houden. Mm-hmm. Nou, wat ik wel heb bijvoorbeeld, en ik heb daar meer mensen over gehoord... als ik nu naar een serie zit te kijken die pre-coronatijd is opgenomen, wat dan ook... en ik zie grote groepen mensen bij elkaar of mensen gaan lekker op de bekken... of ik zie, denk ik, joh, nee. Ja. Nee, is het dat meeste, is een heel gek automatisme geworden. Wat ik het meeste al. Hoor over dertigers is... oh, weet je nog, dan konden we samen op het terras zitten. Of dan konden we inderdaad de hele tijd bij elkaar eten. Ja, dus daarom denk ik, misschien moet dat toch ergens in... Ja, maar ik hoop zo dat het niet zo lang gaat duren als dat we nu allemaal denken. En dat we gewoon... wel sneller. Dat het gewoon als verleden gaat voelen. Dat hoop ik heel erg. Ja. Dat hopen we allemaal. Ja. Zeg, hoeveel collega's zitten in hetzelfde schuitje als jij? Nou, heel veel. Film is sowieso heel veel ZZP'ers. Er worden eigenlijk geen... Alle crewleden, dat zijn geen mensen die een vast contract hebben ergens. Die werken allemaal voor zichzelf. Dus iedereen die in de film werkt staat nu op standby van wanneer kunnen we weer. Ja, en heeft het moeilijk. En heeft het moeilijk, ja. 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 Dus voor hoeveel mensen ga jij tekenen? Ja, ik vond het heel ingewikkeld. Dus ik dacht, ik ga toch maar doen voor de set die voor mij stil ligt. En dat is dan zo'n 80 man, denk ik. 80 mensen? Ja. 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 Ach, daar ga ik, hè? Daar ga je. Daar is het grote bord. Ja.
Ja, het is erin geblazen hier hoor, om het verhaal te doen. Ik moet op het kleintje komen, dus ik vind het... Oh, maar dat is met een kort rokje altijd lastig. Ik zoek het al goed, ik ga niet. Elselien Peters voor 80 man in de filmindustrie. Ja. Dankjewel voor je komst, dankjewel voor je stem. Ja.